Peter Mertens krijgt het woord voor het stellen van een vraag aan de minister van Financiën, de heer De Croo, over de voorwaarden voor de toekenning van staatssteun aan onze bedrijven. Meneer Mertens. Beste meneer de minister, in goede tijden zijn de bedrijfswinsten voor de aandeelhouders en in slechte tijden wordt naar de burger gekeken om de rekening te betalen. Dat was zo in 2008, dat is zo vandaag en ik vind dat verkeerd. Want als wij straks opnieuw een paar tientallen miljarden opnieuw gaan uitdelen aan het grote bedrijfsleven, dan vind ik dat er een aantal voorwaarden moeten gesteld worden, staalharde voorwaarden. En dat is dus iets anders dan de liberale politiek van de afgelopen 20 jaar. Want er is een deel van het grootbedrijf dat ons vierkant uitlacht. 800 Belgische bedrijven hebben vorig jaar nog 172 miljard euro geparkeerd in belastingparadijzen. Dat is 4 keer het bedrag dat nodig is om de coronacrisis te bestrijden. Wel, het kan niet zijn dat die bedrijven vandaag steun zouden krijgen. Een onderneming die haar statutaire zetel, een dochteronderneming of een rekening in een belastingparadijs heeft, zou niet op overheidssteun moeten kunnen rekenen. En daar hebben wij een wetsvoorstel als PvdA voor ingediend. Want je kan niet langs de ene kant de belastingen ontwijken en aan de andere kant dan staan aanschuiven voor overheidssteun. In Denemarken hebben ze dat begrepen, in Polen hebben ze dat begrepen. En de vraag is, meneer De Croo, of dat we dat hier ook in België begrijpen. Wij moeten af van dat kapitalistische model dat zegt de verliezen zijn er voor de velen die weinig hebben en de winsten zijn er voor de weinigen die veel hebben. En daarom mijn vraag, bent u bereid als minister om uw verantwoordelijkheid te nemen en in tegenstelling met de crisis van 2008 deze keer wel staalharde voorwaarden aan het grootbedrijf op te leggen? Met name 1. Geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders. 2. Geen bonussen uitkeren aan topmanagers. 3. Geen eigen aandelen opkopen. 4. Geen vestiging. Het woord is aan minister De Croo. Meneer Mertens, dank u voor uw vraag. De economische kost van deze crisis is zeer groot. De Nationale Bank schat ze vandaag al op 60 miljard. Dat is 10% van de meerwaarde die in ons land wordt gecreëerd. Onze overheid heeft veel maatregelen genomen om bedrijven meer liquiditeit te geven. Door de lonen over te nemen van mensen, door uitstel van betaling in fiscaliteit, door met de banken een moratorium af te spreken, door een waarborgregeling uit te werken voor nieuwe leningen. Voor sommige bedrijven zal dat niet voldoende zijn en zullen we meer moeten doen. Ik ben ervan ook overtuigd dat we meer zullen doen. Nu, u verwijst naar het voorbeeld van andere landen op het gebied van voorwaarden. Ik heb die andere landen daar niet voor nodig. Ik heb vorige week al binnen de ministerraad een akkoord gesloten over een wetsontwerp dat volgende week in dit parlement voorligt op het gebied van flexibiliteit bij voorafbetaling van vennootschapsbelasting. En daar zijn 3 voorwaarden die ik toen al opgegeven had, namelijk om daar gebruik te kunnen van maken, geen uitkering van dividenden, geen inkoop van aandelen en geen kapitaalsverminderingen. Ik toeter het misschien niet altijd zoveel als andere landen, maar wij gebruiken absoluut dezelfde redenering. En in de commissie eergisteren heeft men mij ook de vraag gesteld over fiscale constructies. En mij lijkt het absoluut logisch dat bedrijven die gebruik maken van constructies in fiscale paradijzen om overduidelijke manier te vermijden om belastingen te moeten betalen, dat wij daar rekening zullen bij houden als we maatregelen moeten nemen om die bedrijven te redden. Ik wil toch even duidelijk maken dat de tegenstelling die u steeds probeert te creëren tussen bedrijven en werknemers, dat nu echt het laatste is wat we nodig hebben. Wat we nodig zullen hebben, is dat bedrijven en werknemers samenwerken met elkaar. We zullen iedereens steun nodig hebben om uit deze crisis te kunnen geraken. Dank u wel. Meneer Mertens, voor uw repliek. Graag. Ja, we zullen alles doen om bedrijven die op een overduidelijke manier gebruik maken van belastingsparadijzen om belastingen te ontwijken aan te pakken. Dat horen wij nu al 20 jaar. En het resultaat van die woorden, dat men alleen maar de overduidelijkheid gaat aanpakken, maar niet verder gaat gaan, hebben we gekend vorig jaar, met name 100
72 miljard euro aan belastingen of aan winsten die niet belast worden. Aan minder inkomsten van de overheid, minder inkomsten voor de zorg, minder inkomsten voor onze welvaartsstaat uit te bouwen. Omdat er een aantal grote bedrijven ontwijken. En daarom vraag ik aan deze regering net iets meer dan alleen maar de overduidelijkheid aan te pakken. Ik vraag een actief beleid om op basis van 3 criteria te zeggen... Bedrijven die hun vennootschap in belastingparadijzen hebben, die een rekening daar hebben of een dochterbedrijf daar hebben, die moeten we nu aanpakken. En dat is een kwestie van daden. Na 20 jaar is het tijd om daden te stellen in plaats van alleen maar beloften. Dank u wel. Dan heb ik 3 vragen voor de ministers De Blok.